Madame, er komt iemand, er komt iemand, er komt iemand, er komt iemand in de achtbaan, er komt iemand in de achtbaan. Dames en heren, hartelijk welkom bij Sim Team Park World. Een fantastisch spel. En ja, wil je weten hoe dit verder gaat? Iemand gaat in de achtbaan om te testen. Kijk dan zeker weten na het intro verder. Oké, people, let's go to work. Nou, en daar komt het treintje aan en deze achtbaan heeft ons wel echt heel veel geld gekost, maar we gaan het hopelijk ook weer terugverdienen. En er zit inderdaad iemand in deze achtbaan en wat zouden wij niet zijn als wij een ritje meemaken. Daar gaan we jongens. Dit is mijn ontworpen achtbaan. Beetje onrealistisch, maar dat moet de fun niet bederven. Leuk hè, Carnival Festival. Oh, dit is creepy joh. Oh, er zit iemand ergens hier man. Het geluid is een beetje niet goed, niet zo lekker, maar wat een lekker baantje dit, joh. Heel onrealistisch, maar dat maakt helemaal niks uit. Ook het station is heel raar. Het is gewoon één tunnel. Je hebt niet eens een instapperonnetje of zo. Maar wel gaaf. Deze achtbaan is denk ik wel een hele goede aanwinst voor het bedrijf van ons, ons park. En ik vind hem er echt ontzettend leuk uitzien. Hij zit alweer helemaal vol. Kijk, daar zit serieus helemaal vol met mensen. En kijk die koppies. Een paar donkere en een paar blanke voorin. Een paar kaaskopjes hier voorin. Nou, even kijken. Hij gaat niet keihard. Maar kan dat aanpassen? En natuurlijk moeten mensen weer kotsen als ik bezig ben met deze fantastische attractie. Dus we gaan gelijk weer kijken wat er nou aan de hand is tijdens het gezeur. Dat is allemaal gefixt, dat is mooi. Want we zijn lekker bezig met deze achtbaan. En ik zie echt al gelijk weer allemaal Yakinderi kots. Dus wat we gaan doen, we gaan weer even een medewerker aannemen. Die gaan we gelijk een pad geven dat hij hier in de omgeving alles gaat controleren op kots en dergelijke. En dan gaan we hier eventjes dit slopen, dit stuk. En waarom sloop ik dit niet en maak ik hier een pad wat recht naar achter gaat. Zo, kijk eens. En deze achtbaan, ja, dit is echt een leuke aanwinst. Maar ik ga sowieso wat wc's neerzetten, want er gaat sowieso echt hier en daar wat kots komen. Dus we doen de small toilet, doen we hier. En we maken nog een small toilet hier. En we maken nog een small toilet hier, want het is best wel een ruige achtbaan. Niet dat hij over de kop gaat. En ik ben benieuwd of er research is naar die achtbaan. Dus wat ik ga kijken is de Dino Kart Jump. Nou, die mag nou al een keer ontworpen worden, want dat duurt echt jaren. De tunnel is, of die nou klaar is of niet, weet ik niet. Dino Kart, Sun God, Belly Bounce, Crazy Ape, Rocky Racers. Nee. Nou ja, we zijn bezig met de tunnel. Dus zodra deze is geüpgraded, kunnen we ook Dino Karts gaan upgraden. En dat ziet er fantastisch uit. Oké, tof. Oké, cool. Nou, die achtbaan zit lekker vol. Het is nog niet zo'n lange ingang, wat ik wel jammer vind. En de wc's zitten ook gelijk weer helemaal vol, weet je. Stank voor dank. Dit is echt een toevallige stank voor dank, dit. Nou, en dan doe ik ook nog een leuke ledderbin. Die doe ik nog ook daarin. Want als mensen wat moeten weggooien, dan weet je het wel weer. Dan gaat er gewoon weer gezeik beginnen. Dan doe ik ook nog even een gift shop. Ja, ik weet niet of ik een tweede moet doen. Een tweede gift shop. Sowieso wel nog een ballonshop, denk ik. En waarom ik dat doe, is omdat ik denk dat die ballonnen wel goed worden verkocht. Ja, ik heb gewoon het gevoel dat het goed gaat. En ik zie ook heel weinig ballonnen die worden verkocht. Dus ik ga me afvragen, wat is er niet goed aan deze winkel? De local happiness is namelijk nul. Dat is zonde. Gaat deze nog goed? Deze gaat ook nog goed. Even kijken, gaat deze nog goed? Deze achtbaan? Die gaat volgens mij ook nog redelijk goed. Deze ziet er wel naar uit alsof die rookt al. Dus ik doe deze alvast eventjes in onderhoud. En deze ziet ook wel aardig uit. Oké, die Aztec god die doet het ook gewoon perfect. Die is al 318 dagen oud trouwens. En hoe oud is deze al? Ik ga eens kijken, 783 dagen. Dat is echt, we zitten al echt lang in deze game. En kijk, er komt een research. En dat is de Huge Hollow Rock. En waarom hebben wij in vredesnaam die researchers hier? Komt er überhaupt nog wel een
positief punt. En we hebben weer wat gewonnen, jongens. Of we krijgen weer een challenge. Win 3000 if you get 50% of people in the park to have a ballon in the next 16, 15. Oké, dat betekent dat we de prijzen om naar laag gaan scoren. Zo. En dan hoop ik dat mensen een ballon gaan kopen. En hoe meer mensen een ballon gaan kopen, hoe beter. Zo. Want hoe meer mensen een ballonnetje kopen, hoe beter die aanwinst komt. Oké, kom op, kom op, kom op. We moeten hem halen, jongens. Die challenge. Days to go. 55. People need it. 15%. Oké, en ik heb nu 9%. Dus ik denk dat dit wel snel gaat gebeuren nu. Ik ga het even afwachten, hoor. Voordat ik dit kijk. Want we hebben hier... A new set of attractions have become available. Ik denk dat dat de Dino Cards is. Oké, ja. Even kijken. De prijs. People with a balloon. 8%. People need it. 15%. Kom op, jongens. Nog 51 dagen. We moeten even extra veel hebben, mensen. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Lemon tree! Oké, er kotsen heel veel mensen hier bij die achtbaan. Maar daar maak ik helemaal geen moer uit. Volgens mij hebben we hem gehaald. Yes, 3000 erbij, jongens. Dat scheelt. Wel een rode paal. Dat betekent dat het niet zo goed is. Maar we hebben wel weer wat nieuws. Een steakrestaurant. Nou, die ga ik meteen online zetten. Of in het park in ieder geval. Een steakhouse. Dat ziet er echt heel erg lekker uit. En waar zouden we die steakding plaatsen? Even kijken. Ik denk dat dit een hele mooie plek is. En dan gaan we die sowieso verplaatsen. Naar hier. Zo. En die steak... Hoop ik dat hij goed wordt gedaan. Dat hij het goed doet. Zo. Kunnen we de ticket nog wat omhoog gooien? Ik durf het niet. Ik ga het wel proberen. Ik weet niet of het te duur is, 55. Aangezien ja, drinken al 35 is. Zo, ik maak dat wat duurder. En dat drinken, dat gaat... Nee, dat blijft die prijs. Anders gaat het inderdaad zeiken, mensen. En ik ga kijken of we hier een upgrade kunnen doen. Nee, no upgrades. Laat maar zitten dan. Maar waarschijnlijk hebben we al een upgrade. Even kijken. Ik ga het eens kijken, joh. Hoe kunnen we dat zien? Dat hij een upgrade heeft. Nee, ik zie niet echt dat er een upgrade is voor deze. Maar er was iets ontworpen. Er was iets nieuw. Attracties. Even kijken. Jurassic Tours. Dat gaan we niet doen. Arcade. Laughing Arena. De arcade. Die was nieuw. Oké, voordat we te hard van stapel lopen, bouw ik ook meteen de arcade dan. En de arcade moeten we plaatsen bij... Dus even kijken of we een mooi plekje hebben, want het park is redelijk vol aan het worden. Kijk hoor, we kunnen hem hier plaatsen op zich. En dan maken we hier een pad omheen. Zo, die gaan we aan het repair in progress. Dat is mooi. En deze, die maken we dan... Cost of price 35. Price of game 5. Chance of winning. Dat wordt dan die. Zo. Oké, arcade games. Dat is altijd wat leuk om te houden. En als het goed is hebben we hier nog een schoonmaker mannetje. Die is nog meer kots. De achtbaan gaat volgens mij best redelijk. Het is jammer dat ik niet apart geld daarvoor verdiend voor deze attractie. We gaan eens kijken naar de researchers. Wat hebben we allemaal? Mumbo. Nieuwe attractie. Mumbo. Ik weet niet wat het is. De Dino Cards tunnel, die wordt ontworpen. De jump, die is nog maar laag. Even kijken hoor. Giant puzzle. Nou ja goed, het is dat het moet. En hier hebben we nog steeds niet... we hebben nog steeds die stomme... Kijk wat een kots jongens. Ik ga hier twee mannetjes inhuren. 50, zo. En dan maak ik toch nog een tweede staffroom erbij. Staffroom. Zo, en die plaatsen we even kijken waar we nog een plekje hebben, jongens en meisjes. Hebben we nog ergens een plekje? Een mooi plekje in het park. Even kijken hoor. Zo. Zo. Waarom verplaatsen we deze niet even naar daar? En dan kunnen we dit pad door laten gaan. Zo, kijk eens. Redelijk goed, denk ik.
Ik zie ook niet hoeveel mensen er in het park zijn, maar nog steeds staat hij op rood. Hoe gaan we dit doen, jongens? We kunnen advertentie misschien maken. Advertentie naar het park, dat meer mensen moeten komen. Ik wist dat het ergens kon. Even kijken hoor. Er komen al genoeg mensen, dus daar niet van. Maar dan... Oké, ik maak de ticket wel 50. Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Het geldicoontje, daar kan je wel wat op zien hoor. Oké, we kunnen bij de bank kunnen we lenen. De bank. Ik doe het goedkoopste wel. Dus deze. Oké, nu hebben we tenminste wat geld geleend bij de bank. Hebben we weer, ja. Nou, hebben we tenminste wel wat... wat geld erbij weer. Dat scheelt wel. En gelijk een groen pijltje omhoog. Dat is ook wel heel fijn. Volgens mij krijg je dat groene pijltje als je gewoon een hoop bezoekers in je park krijgt, weet je wel. We hebben sowieso 2 tickets in totaal. Eigenlijk 3, want anders hadden we geen key gekregen. Oké, en alle wc's zitten weer vol, jongens. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen zeiken al in ons park. Het is ongelooflijk. Alle wc's zitten vol. Echt deze 2 nog net niet. Hier nog 2 wc's, daar nog 1. Het is ongelooflijk, jongens. Echt bizar. Oké, ik zie nog niet echt. Ik zie dat we nog steeds een groene pijl hebben. En dat er iets bij is gekomen. Dus namelijk weer aan de attractie kapot. De ape. De dikke ape. Die is heel vaak kapot, deze attractie. Ik denk dat we nog maar even kijken wat we daaraan kunnen fixen. Ja, de excitement moet wel omhoog. Dat is zeg maar de enthousiasme die je creëert. Dat is die bovenste balk hier. Even kijken. Nou, wat hebben we allemaal hier? We kijken het ook eens van de andere kant. Er gaan ook een hoop mensen weg. En die zeiken om dorst. Zie je dat? Mensen zeiken om dorst. Terwijl we 1, 2, 3. Die verplaatsen we. 4. 4 dingen hebben. Echt ongelooflijk. 4 drankkraampjes. Bizar. Echt gewoon te bizar, jongens. Ballon 50. Kan dat? Sailprijs 50. Oh, shit. En voor dat toilet hoeven we daar geen geld voor te vragen. Dan was ik nu al gewoon rijk. Oké, de saleprijs wordt duurder van die. En we gaan even kijken. De saleprijs voor deze wordt ook wat duurder. Zo. Drinken, dat is 40 aan het worden. Dat mag wat duurder. En dat steekrestaurant, dat wordt toch niet bezocht. Wordt goedkoper. Ik snap sowieso niet waarom... Oh, die moet naar het toilet. Wacht even, laten we snel een toiletje maken. Voilà, alsjeblieft. Jij mag naar het toilet toe als jij wil. Nou, die is gerepareerd. We hebben nog een attractie. Die is ook al gerepareerd, dus deze kunnen we allemaal weer weghalen. We hebben een tekstballonnetje. Die heb ik nog nooit gezien. Ik ben benieuwd wat daar komt te staan. Het tekstballonnetje. Lots of your visitors are thirsty. Ik heb toch al drinken neergezet, jongens. Wat een gezeik. Oké, dat is de map. Deze moet gerepareerd worden. Zo. Zo. En die parkmeneer wachten, die moet gewoon lekker even het park controleren. Die doet hij gewoon lekker daar zo. We kunnen dit wel een bocht laten maken op zich. Dan hebben we het gelijk aangesloten hier zo. Ook al kan je daar niks doen, hebben we hier wel ruimte voor weer andere dingetjes. Zo. Het wordt hier aardig druk bij die achtbaan. Moet je kijken, jongens. Jeetje, joh. En die wc's, kom op, hé. Doe even normaal. Oké, weet je wat we doen? We bouwen gewoon nog meer wc's. Ongelooflijk. Maar het is voor onze eigen best veel, want het wordt te veel bezocht. Zo. Toiletjes, jongens. Alleen maar toiletjes hier. Ik kan hier in de gehoor nou alleen maar gekotst ook. Het is ongelooflijk, jongens. Wat hier allemaal gebeurt. Weer hele rijen. 1 toilet. Echt te bizar. Echt te bizar. Daarom ben ik benieuwd wanneer we eindelijk... Small Rock Pilaar. Wat hebben we hier nog meer? Huge Hollow Rock. Ik wil hem best plaatsen. Neem wel aardig wat ruimte in mee. In beslag. Het neemt echt veel ruimte in beslag. Jeetje, moet je kijken. Nou, dat... Ongelooflijk veel ruimte. En ik weet niet eens wat voor nut het heeft. Geen. Oké, laten we kijken bij de research. Ja, weg dat. Wat hebben we nog meer? De Mumbo. 1000. Dat is niet veel. Dat kost echt helemaal niks. 1000.
custom shop. Dus dan kunnen mensen een pak aan. Dat wordt echt fantastisch, want die is bijna geresearched, zie ik nu. En de speaker, even kijken hoor. De Rock, de Large Tree. Nog steeds geen... jammer dat ik dat niet kan selecteren. Dat... Ah, ja. Dat is gewoon vreselijk weer, jongens. Giant Puzzle, die mag wat minder zo. Hoe hard gaat de Dino Cards? Zijn god. Oké, die krijgt ook bijna een update, die Belly Bounce. Aardig goed. Loopt goed. En de Crazy Ape, die mag eigenlijk denk ik als eerste een upgrade. Want die ligt zo vaak kapot, die attractie. Oké, die achtbaan, jongens. Fantastisch. Gaan er weer in, hoor. Kijk, en de bezoekers komen er kosmisselijk uit. Wel heel blij, tevreden. En ze kopen gelijk een ballonnetje. Goed, hoor. Zo, huppakee. En al die toiletten vol. Ik denk dat ik gewoon nog meer toiletten neerzet. Totdat er gewoon een paar open zijn, want... En wat we dan doen is even kijken naar de medewerkers. We gaan niemand meer aannemen, maar we gaan kijken welke medewerkers we hebben. En als je kijkt hoeveel medewerkers we hebben, dat is ongelooflijk. Maar die hebben we gewoon nodig voor bepaalde dingen. En dan zet ik deze gewoon eventjes hier. Die mag hier dit securen. Zo. Oké, de Dino Cards gaan goed. Hebben die al een update? Geen upgrades. Oké, dat gaat lekker. Zo. Nou, deze attractie kan je net zo goed weggooien, want die wordt helemaal niet meer bezocht. En waarom, weet ik niet. De Aztec is een ontzettend goede attractie. En niet te begrijpen dat die zo saai is. Oh, er komen weer wat mensen. Ik heb er weer wat aan veranderd. En dan gaan weer wat mensen dwars over de banken heen. Ook apart door dit. Ze gaan dwars over de bankjes heen. Is wel leuk om te zien. Drinkkraampje. En wat doet die man hier zo? Hé, hey, er is wat ontdekt. Zo'n visser to scary... Oké, de drinkkraampje gaan we verplaatsen. En die gaan we verplaatsen naar, even kijken, een ander gebied in het park. Even kijken, wat dacht je van dat we die gewoon lekker hier neerzetten? Niet in het midden van de pad zoals ik zojuist deed. Maar die verplaatsen we gewoon aan de zijkant. En dan zeggen we ijs moeten zijn, goods moeten zijn, $35 om te kopen. En zijn er nog meer mensen, we verlaten allemaal mensen het park omdat ze dorst hebben. Ik snap het niet. Want hier is een drinkkraampje en die verkoopt gewoon goede shit. Huppakee. En wat is dit dan? Ik snap nog steeds niet wat dat veetje is. Wat het doet, weet ik ook niet. Het zal wel. Wat doet hij, die meneer? Oké, die heeft een icoontje boven zijn hoofd wat hij moet doen. En ik snap niet wat hij bedoelt. Working. Oké. Wat is hier trouwens mee? Deze attractie is ook heel erg niet bezocht, of wel? Even kijken. Oké, kijken wat mensen moeten doen bij deze attractie. Want daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. We hebben deze al gebouwd. Het is trouwens een langere aflevering. Kijk, zijn nek wordt eraf gestrapt. Jongens, meisjes, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Want hij is lekker lang. Ik weet, ik was zo heerlijk in mijn game. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef vooral een groen duimpje. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video met Rollercoaster of Sim Theme Park World. Doei doei!